Periode 3 van de C1000 sponsoractie is alweer van start gegaan. Aan de actie doen maar liefst 69 verenigingen en stichtingen mee. De actie loopt van maart tot december. Samen zijn er ongeveer 14.000 Nunenaren als leden actief betrokken bij deze organisaties. Tel daarbij nog tal van evenementen die de stichtingen organiseren, druk bezocht door duizenden bezoekers, dan heb je zo'n 85-90% van de Nunense bevolking die direct of indirect profijt hebben van deze actie. Voor iedere €250 aan kassabonnen ontvangt de deelnemende vereniging of stichting €2,50 aan sponsorgeld. De kassabonnen gaan in gepimpte tonnen die voor in de winkel staan. Lobbyen voor jouw club in de winkel wordt warm aanbevolen. Wij stellen weer een aantal deelnemers voor die meedoen in deze periode. Goed, wij zijn van Stichting Jeugd en Jongerenactiviteiten Gerwe. Wij organiseren in Gerwe allerlei activiteiten voor de jeugd. We hebben in het verleden bijvoorbeeld het schaatsen op het Witven georganiseerd, een volleybaltoernooi. Maar het meest bekende wat we organiseren is toch wel de kindervakantieweek in Gerwe. Verder is ook de doelstelling van onze stichting dat mensen uit Gerwe en jeugd uit Gerwe bij ons aan kunnen kloppen als ze zelf een activiteit willen organiseren. Dat ze niet steeds terug hoeven naar de gemeente voor allerlei vergunningen en ook qua financiële ondersteuning kunnen ze dan bij ons terecht. Waaraan is bij jullie het meest behoefte financieel betreft en wat gaat er gebeuren met de opbrengst van de sponsoractie? Nou, zoals Martjan net al zei, is de kindervakantieweek de grootste activiteit bij ons. Dat is ook het grootste bedrag waar wij van onze stichting dus eigenlijk nodig hebben om dat te organiseren. Wij hebben die activiteit altijd, pakken we groots aan en daar zijn heel veel knutselmaterialen, de spullen nodig om het terrein aan te kleden. Tenten hebben we nodig om de kinderen ook met slecht weer onderdak te kunnen bieden. De kinderen eten bij ons op het terrein. En verder gebruiken wij het geld ook om, zoals we net al zeiden, andere activiteiten te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld ook een gedeelte van de werkgroep Leefbaarheid Gerwe. Wat staat er verder allemaal nog op het programma dit jaar? Nou, het komende jaar is in ieder geval de kindervakantieweek het thema Gerwes Volk geweest. Op 1, 2 en 3 augustus dan gaat het weer helemaal los. En we hopen ook weer dat daar veel mensen naar komen kijken. Verder heeft de werkgroep Leefbaar Gerwe nog een heel aantal activiteiten staan op het programma. En hopen we ook weer dat het een winter wordt waarin geschaatst kan worden. Hallo. Wij zijn de Nederwetse Vrouwenvereniging, voorheen KVO. En onze doelgroep bestaat uit vrouwen vanaf de leeftijd van 20 tot 80. Wat voor activiteiten ontplooien jullie? Wij ontplooien vooral activiteiten op ontspanningsgebied, maar ook op cultureel gebied en op educatief gebied. Wat gaan jullie doen met de opbrengst van de sponsoractie? De opbrengst van de sponsoractie willen we gebruiken voor nieuwe leden te werven. Hier in Nederwetten is een hele grote groep vrouwen die we nog niet hebben kunnen bereiken. En ja, die we wel heel graag bij onze vereniging zouden willen hebben. Vooral omdat we gewoon toch dingen organiseren die samen met hun gedaan kunnen worden. Wat voor activiteiten staan er op het programma voor dit jaar nog? Dit jaar gaan we met de vrouwenvereniging naar de Floriade. En ik geloof dat die al aardig vol zit. Daarbij nog een plantwedstrijd die we doen. Het programma is eigenlijk afgelopen en in september beginnen we weer met een nieuw programma. En dat... ja. Wij zijn basketbalclub Achilles uit Nuenen. We zijn een relatief kleine club. We hebben maar 3 teams, helaas alleen dit jaar senioren. Want de jeugd is helaas verdwenen door studie en andere doeleinden. De gemiddelde leeftijd van onze spelers is toch wel, denk rond 30. En ja, goed, we zijn een klein clubje, maar we lopen leuk eigenlijk. De opbrengst van de C1000-actie, wat voor plan hebben jullie daarmee?
We hebben eigenlijk plan om daar wat nieuw materiaal van te kopen. En we willen toch proberen om nog steeds meer wat jeugd te betrekken. Dus misschien een beetje advertentiecampagne of iets, een clinic organiseren. Zodat we wat meer jeugd kunnen betrekken bij de club. Is het seizoen nu ten einde of staan er nog een aantal zaken op het programma? Nee, het seizoen is eigenlijk ten einde. We hebben nog twee trainingen, maar die sluiten we af met een mixtoernooi om het nog een beetje ludiek af te sluiten. En dan hebben we 1 juni altijd onze barbecue en dan is het seizoen helaas ten einde. Dan beginnen we weer in augustus. Wij zitten hier namens MTC Nune en MTC Nune staat voor Motor Tour Club Nune. Het is een kleine vereniging van het 60 leden, enthousiaste motorrijders. Wij hebben onze club opgericht in het najaar van 1983. We staan nu 29 jaar. En we willen niet groter groeien als 60 leden. De opbrengst van de actie, waar gaan jullie die aan besteden? Ja. Wij organiseren jaarlijks veel activiteiten en evenementen. Dit jaar wordt de kassabonactie gehouden van de C1000 en wij hebben daar samen besloten om daarop in te haken, wel voor een speciale reden. Vorig jaar is een gewaardeerd lid van onze club aan kanker overleden na een heel kort ziekbed van nog geen 3 maanden. En een van zijn laatste wensen was om namens de club geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Staan er voor dit jaar nog evenementen op de agenda? Ja, wij hebben 3 juni nog een motorrit. Die is van de zin uit en de opbrengst van het inschrijven van of motor of cabrio-auto's wordt gedoneerd ook aan het Koningin Wilhelmina Fonds. Dan hebben we nog een rit van de Mispelhoeve, die is op 26 augustus. En Motorport in Veldhoven die heeft dus ook nog een evenement en dat is 30 september.